die zeggen van ik verkoop nu niet, ik ga nu niet een huis kopen, want ik wacht even, want die prijzen gaan lekker straks omlaag. En straks is een huis 10% goedkoper en dan ben ik stom geweest dat ik nu een huis heb gekocht. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat denken. En wat raadt u ze aan? Wachten. Nou, dat vind ik nogal een moeilijke vraag, want ik weet niet in welke situatie mensen verkeren natuurlijk. Nou, in de situatie dat ze het zich kunnen permitteren om nog even te wachten. Wat zegt u dan? Dan zou ik zeggen, wacht even. Ja, maar dat is wat u eigenlijk niet wilt, want u wilt die doorstroming. Ja, maar ik vind dat mensen natuurlijk moeten ook een waker zijn van hun eigen portemonnee. Dus je moet natuurlijk wel even weten wat je doet. Als je niet voor je eigen belangen opkomt, niemand doet het voor je. Oh ja, dat doe ik. Voor de huidige zitter, dat wel. Maar haal anders de oprichtingspapieren er even bij. Ja. Ja. U was voor de huisbezitters. Ja, ja, bedankt. Daar hebben we u voor uit de auto's, nee. Niet voor de lippenstift. Ja, dat brengt trouwens een vraag. Als die huizenbezitters, ja, die lid zijn van uw vereniging, ja, die zijn er helemaal niet bij gebaat dat er heel veel andere huizen bij komen. Want schaarste is goed voor de prijs van hun woning. Dus die vinden het helemaal niet fijn dat u oproept aan de overheid om meer te investeren in woningbouw. Nou ja, we hebben natuurlijk veel leden en daar heb je zowel kopers bij als verkopers bij. En die hebben bijna een soort tegenstrijdig belang. Maar je hebt inderdaad gelijk, als er schaarste is, dan blijven de woningprijzen, ja, blijven dan wel dus uw gehandhaafd. Uw leden zijn daarbij gebaat? Niet altijd. Want als doordat die toestand nu zo is en mensen dus niet meer gaan kopen, dan krijg je natuurlijk weer, dan kom ik weer met hetzelfde verhaal. Nee, niet hetzelfde verhaal. Oké, maar dat is het wel. Oké. Okay.